We staan hier in het museum De 5000 Morgen bij de expositie van Philips. Naast mij staat Jan ten Brink. Kun je het een en ander vertellen wat ik bij Philips B heb gemaakt? Ik ben er in 66 ben ik dan komen te werken. Toen maken ze al mixers voor het potentiometer, maar daar weet ik weinig van. Maar de mixers dat weet ik nog helemaal, dat is mij wel bekend. En wat was je bemoeien zelf met de afdeling? Nou, hoofdzakelijk mixers. Alleen de laatste jaren doe ik wat andere werken dan. Maar gewoon normaal was al die mixers. En een paar jaar tussen de deur in de ploeg. Maar dat was voorbereiding voor motormerken. En hoeveel mixers werden hier gemaakt bij Philips Hogeveen? Nou, meer dan 25 miljoen. 25 miljoen, dat is wel een hele bulte. Hè? Ja. Maar hoe ervaren die de werksfeer bij Philips? Nou, de werksfeer vond ik wel prettig. Het heeft mij al die goed bevallen. En ik ging gedoe met dat. Dus onderling niet, maar de collega's ook niet. Het was altijd goed. Dus het was wel heel sneu toen Philips hier wegging? Nou ja, sneu. Voor mij persoonlijk niet zo. Maar voor een heleboel anderen wel. Voor een heleboel anderen wel. Ja, en wat is door de reden van de wijs toen de tijd? Nou, omdat ik de laatste tijd niet lichamelijk niet zo goed meer kon. Want ik was vaak moe. Te moe soms om wat te doen. En heb ik dus nou ja, wel wat aangepast werk gekregen, wat dus nou ja, niet zo zwaar was. En nu kan ik het nog wel volgen. Ja, en de sluiting van Philips, wat is daar toen de reden van geweest? Nou, ik denk dat als dat een kwestie ook weer geld en winst was, denk ik. Want in Polen verdienen ze veel minder dan hier natuurlijk. En goed, een vijfde was het, meen ik, toen als ik er weggegonnen ben. Dat ze daar een vijfde verdienen van wat wij hier hadden. Ja, dat scheelt dus nogal wat. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook toen de tijd de winsten en zo die ze daar hadden? Denk het wel. Maar ja, ik weet ook niet alles. Maar ik weet wel dat ze ook het voordeel had dat ze dus in Polen een complete nieuwe fabriek hadden staan. Waar ze zo eigenlijk alles in kunnen plaatsen. En dat was makkelijk. Ja, ja. En ik heb een verhaal gehoord over stofzuigers uit China die weer kwamen met verschillende motoren erin. Nou, je weet al, die begint al te lachen. Ja, ik heb er ook wel eens wat van gehoord. Ik heb er ook wel wat van gezien. Maar het was niet zo jovel. Er zat van alles in. Het was kortom een fiasco. Maar dan moesten ze hier alles weer herstellen. En ik denk dat dat meer geld de kost heeft als opgeleverd heeft. Hoeveel stofzuigers gingen dan wel niet? Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Want ik zat meestal niet weg. Dus stofzuiger heb ik niet zoveel ervaring mee. Nee. Maar omdat ik een andere werk deed, toen zag ik dat wel eens. Maar, dus ik kwam overal eigenlijk wel, met het laatste jaar. Maar het rechter weet ik er niet van. Dat is me niet zo bekend. Nee. Nou, Iwan, hartstikke bedankt voor de korte interview.